We zijn hier bij de Daily Stand. Ik ben Bas van de Kreken van Van de Kreken Wegenbouw. We zijn een dynamisch en innovatief wegenbouwbedrijf. We zijn constant in verandering. En daarvoor gebruiken we al een tiental jaren Lean-methodieken om ons daarbij te ondersteunen. Dat gaat goed, maar onze uitdaging blijft om alle medewerkers en zeker ook onze onderaannemers mee te krijgen in onze veranderingsprocessen en in onze verbeteringsprocessen. Daarom is mijn vraag dan ook, hoe krijg ik alle mensen betrokken in onze veranderingsprocessen? Nou, ook dat is een hele terechte vraag van Bas en ook een hele grote uitdaging. Hoe krijg je mensen mee? Nou, een van de dingen die wij daarvoor gebruiken is de successen die we hebben, die delen wij en die vieren wij. En wij hebben daar een systeem voor dat wij al onze medewerkers communiceren wij via Jammer. Dat is een intern netwerk wat wij hebben van Microsoft, wat op alle mobiele telefoons en alle computers te zien is. Het lijkt op Facebook, alleen het is voor het bedrijf. En daar kan je alle successen met elkaar delen. Daar zal ik dadelijk een aantal voorbeelden van laten zien. Wij meten en visualiseren allerlei zaken die wij doen. Dus los van de omzet halen en het rendement halen, zorgen ervoor dat we heel veel dingen grafisch laten zien. Want dat komt beter over dan puur cijfermateriaal. We maken competities om de uitdaging groot te maken om te verbeteren. Elke competitie is de ene, en daar kan ik dadelijk ook een voorbeeld van laten zien. We zetten onze medewerkers in teams in plaats van in de afdeling. Geeft veel meer dynamiek en geeft veel meer mogelijkheden om de juiste stappen te doen. Als je met Lean aan de gang gaat, betekent het ook, helaas, dat je afscheid neemt van medewerkers die daar helemaal niet in mee willen. Want je zal met z'n allen wel die kant op moeten. En mensen die dat echt niet willen, daar moet je afscheid van nemen. Maar het allerbelangrijkste blijft de communicatie. De communicatie naar je medewerkers toe. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, een van de doelstellingen was, wij willen iedereen op Jammer hebben. Oh. 99% van de collega's op Jammer. Nou, dat hebben we bijna bereikt. Doordat we iedereen op Jammer hebben, kunnen we als voorbeeld, we nemen een werk aan op de N266. Onze calculator plaatst het bericht. Het hele bedrijf weet, hey, we hebben een heel mooi werk aangenomen met 26.000 ton. Iedereen is trots en denkt, werk aan de winkel. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we een lean planning maken. Ook dat delen we met z'n allen. Van, hey, we hebben een werk aangenomen, maar we gaan hem ook echt lean plannen. Ook dat geeft weer mensen het idee van wat gebeurt er. Daarna gaan we starten. Nou, ook leuk om dat te melden. Dus het starten was in het weekend. In het weekend wordt er gemeld, we zijn begonnen hoor. De eerste vreeswerkzaamheden zijn opgestart. Aan het eind van het werk ga ik ook een keer kijken. Ik zeg, hey, de laatste loodjes, de laatste tonnen moeten erin. Ook dat vinden de mannen mooi als je op het werk komt. Maar niet alleen de mannen op het werk zien het, maar ook de mannen die thuis Jammer, of de volgende dag Jammer lezen, zien, we zijn bijna klaar. Daarna is het opgeleverd. Krijg je een uitvoerder die trots bericht van, jongens, het werk is opgeleverd. Kijk eens hoe fantastisch het eruit ziet. Ook daar krijg je je mensen mee. En last but not least krijgen we daarna nog een mailtje van de omgeving, dat ze vonden dat wij het werk zo snel en fantastisch hadden aangelegd en zo goed hadden gecommuniceerd. Ook dat deel je, waardoor je iedereen meekrijgt in het proces. Hele kleine dingen met hele grote gevolgen. Als je dat blijft doen, continu blijft communiceren wat je aan het doen bent, krijg je op den duur echt iedereen mee. Nou, de competitie waar ik het over had. Wij maken competities van de afdelingen of van teams, van jongens. Probeer een proces te verbeteren. Nou, iemand heeft het proces digitaal ondertekenen aangepakt. Er zijn wij die hebben reinigen, verhardingen en meldingen verkeersbeheer aangepakt. Er is er een die het flowboard werkvoorbereiding heeft opgepakt. Schaalde meldingen in apps. Al dit soort zaken worden door een team opgepakt en worden aangemeld voor de competitie. En als ze het proces verbeteren en we hebben echt de tijd verkort, dan hebben we daar een prijs aan. En de prijs is over het algemeen lekker met je team een avondje gaan eten. En het werkt, want de jongens vinden het toch leuk om in een wedstrijd elkaar uit te dagen. En eigenlijk gaat het ook allemaal vanzelf. Dit zijn niet dingen die wij hebben opgegeven. Het zijn dingen die de teams zelf oppakken. En de teams bestaan ook uit mix van buiten- en binnenmensen.